Helemaal alleen. En ik wil jullie vragen om ze met een onverdovend applaus weer welkom te heten in het café. Hier komen ze, de DJ's van 2019. Ja, heel... Wat zijn jullie weer, jongens? Niels, blij? Ja, ja. Dat was wel, vandaag was het echt wel een aftelling. Ik was vanochtend ook wel echt zat. Ik was het ook echt zat. Ik woon er ook echt wel in. Ja. Heel goed. Maatje, hoe was het jou bevallen? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Ik vind het leuker nog dan ik had gedacht. Kijk, dat is voor de eerste keer. En voor de ervaren wat Sander, was dit het beste, minste jaar? Nee, het was goed. Dag korter dan andere jaren, dus het ging eigenlijk zo voorbij. Voor Jong Nederland een bedrag van 700 euro. Voor Zorgshuis Theresia een bedrag van 3500 euro. De Brokken Kapel van 3950 euro. En Joyce Heitemdaal gelijk uit 5000 euro voor de knaltrekkers. Terug. Voor de ijsvereniging een bedrag van 5000 euro. Ja, super. Is het? Voor de stichting Amazing aan een bedrag van 1500 euro. Dus die 1500 euro was over, die hebben we bewaard. Dat is deze 1500 euro. En dit is nog wat we verder voor dit jaar hebben ingezameld. En wat ook voor Stichting Amazing is. Dus nog eens een extra bedrag. Een extra check. En halen we eruit. Een extra bedrag van, laten we zien, 5730 euro. Stichting Amazing hebben wij opgezet een jaar geleden voor onze jongste zoon Mees. En vandaar nog de Amazing. En dit is Mees. Mees heeft epilepsie. En om zijn epilepsie te herkennen draagt hij 24-7 een kastje met saturatiemeter. Die meet de zuurstof in zijn bloed. En die willen wij graag draadloos. En daarvoor Mees en alle andere kinderen die dat gebruiken. Wat vond u van het bedrag? Oh, bizar. Bizar. Ongelooflijk. Hadden we echt niet verwacht. Nee. Ja, werd er een beetje stil van. Ja. Haal de sector het totaalbedrag van het glazen café 2019 is 28.380 euro. En 69 cent.